Ik werd gisteravond heel erg blij toen ik dat in de pers, bij de persconferentie hoorde. En ik heb dan ook direct gisteravond nog een tijdslot geboekt om hier naar het museum te kunnen gaan. We mogen weer. Vanaf vanochtend zijn de musea in Nederland weer geopend. Met mondkapje op en op een vooraf gepland tijdstip vond menig bezoeker ook het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden vandaag weer terug. We hebben sarcofagen gezien, we hebben een grote tempel gezien. We hebben allemaal edelstenen gezien en heel veel beelden. Nou, ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat ik dit niet elke dag hoef klaar te maken voor mijn kapsel. Maar ik vind het fantastisch als ze dat in die tijd hebben kunnen maken. Het is voor het Leidse Museum extra fijn om de deuren weer te openen. Na maanden van voorbereiden was de unieke tentoonstelling over het leven van keizer Domitianus slechts enkele dagen te bezoeken. Het is natuurlijk heel wrang. We gingen 16 december open met een digitale opening. Voelden we erbij al een beetje hangen. En twee dagen later, dus twee dagen geopend geweest, moesten we de deuren weer sluiten. We hebben 28 verschillende musea bereid gevonden om ons stuk in bruikleen te geven. Waaronder het Metropolitan en het Getty en het Vaticaan en het Louvre en het British Museum. Echt alle grote musea aan de wereld. Verlengen zit er niet in. Op 22 mei verhuist de tentoonstelling naar een museum in Rome. Het publiek is enthousiast. Ja, tot nu toe. Ik ben nog niet klaar, maar tot nu toe vind ik het heel mooi. En heel mooi opgezet ook. Interessant hoe dat allemaal vroeger ging natuurlijk. Maar de jongens die vinden vooral het interessant om naar de gouden voorwerpen te kijken. Die liepen alweer gauw door. En wat vindt de directeur zelf het meest opwindende stuk uit de tentoonstelling? Dit is een grafreliëf van twee broers die eigenlijk hun cv in hun grafmonument hebben laten bouwen. Je ziet bijvoorbeeld een gedeelte van het Colosseum hier. Een tempel die gewijd is aan de godin Isis. En dat zijn dus gebouwen die daadwerkelijk in die tijd door deze broers zijn gebouwd. Daar waren ze trots op. En daar hebben ze dat wilden ze ook na hun leven weten. Dus dat siert hun grafmonument.